trein. Ding dong. De volgende trein heeft wat vertraging door een aanhoudende oneenigheid met een passagier. Oh. De trein gaat stoppen. Neem me niet kwalijk, beste reiziger. Geen probleem, maar rij een beetje door, want ik ben al erg laat. En ze leefden nog lang en heel gelukkig. De trein gaat stoppen. Sorry dat ik te laat ben. Oh, Bonnie, je hebt het verhaaltje gemist. Mami haalt je straks weer op, liefje. Hopelijk komt de trein op tijd. De trein gaat stoppen. Oh, ben jij het weer. Heb je deze keer wel een echt kaartje bij je? Oh ja, sorry voor de vergissing. Bloep, kijk eens aan. Dat is beter. Ah, ik zet die kat bij je op schoot. Ik zou hem niet oppakken als ik jou was. Ach, doe niet zo. Pring, pring. Met de dokter. Glenda, waar blijf je nou? Deze ijsbeer wordt echt heel erg nijdig. De trein is steeds te laat. Je zult hem dus zelf moeten kietelen. Oké. Ik doe wat ik kan. Ik kom er zo aan. Succes. Ah, sorry dat we te laat zijn. Schiet op. De ijsbeer wordt super nijdig. De trein gaat rijden. De trein gaat stoppen. Dokkie, wat is er gebeurd? De ijsbeer is ontsnapt. Hij vond mijn gekietel helemaal niks. Nu rent hij rond en is hij woedend. Oh nee. De trein komt eraan. Daar zal je de trein hebben. Ah, het spijt me dat we te laat zijn. Wacht eens even. Ken ik jou niet ergens van? Oh nee. We zijn net verhuisd vanuit Egypte. Ah, mooi. Want ik wil niet meer aangevallen worden door huisdieren. Bijt. Oh, meneer Waterstaaf, je bent gewond. Jij bent het wel. Ik wist het. Mijn kat is gewond. Help hem alsjeblieft. Vlug, spring in de trein. Instappen naar de dierenarts. Sneller! Oh, ik hoop dat de trein zo zal aankomen, Rita. Ik ook, Betsy. We komen te laat bij de Damclub. Pas op, daar komt de trein aan. Oh, daar komt hij al. Volhouden, meneertje Waterstaaf. De trein gaat stoppen. Meneertje Waterstaaf moet naar de dierenarts. Het spijt me. We moesten vandaag sluiten. De dierenarts was laat en toen heeft de ijsbeer iedereen opgegeten. Oh. Ik weet wat. We nemen de trein naar het huis van de dierenarts. Ja! Rijden! Oh, man. Oh, Bonnie, ik mis het zo om voor al die dieren te zorgen. Wat een dierenarts! Dokter Glenda, we hebben een noodgeval! Help je meneertje Waterstaaf? Oh, hemeltje lief, breng hem maar gauw bij me. Beter, beter, beter. Zo, hij is weer beter. Hoera! Dank je, dokter Glenda. Heel graag gedaan. Glenda, waarom begin je thuis niet een praktijk? Ja! Dan brengt de trein de zieke dieren bij je thuis. Ja! Dan let ik erop dat ze zich aan de regels van de trein houden. Mooi niet! Ik ben klaar met al die beesten. Abonneer je voor nog meer leuke video's en kijk naar Disney Junior voor je favoriete series.